Hallo en welkom. Wat fijn dat je erbij bent. Fijn dat je kijkt. Ja, normaal behandel ik in deze video's altijd een vraag die ik binnen heb gekregen. Maar wil je het geloven? Ik heb deze week helemaal geen enkele vraag binnengekregen. Ja, en misschien komt het omdat het vakantie is. Zijn jullie allemaal met vakantie en hebben jullie andere dingen aan je hoofd? Of misschien is er iets anders aan de hand. Ik zet even mijn microfoon wat rechter, zodat het geluid beter is. In ieder geval, juist. Ja, geen vragen, maar wel een video. Want ik vond dit eigenlijk een fantastische gelegenheid om het eens te hebben over een onderwerp waar ik mij de laatste tijd heel erg mee bezig houd. Waar ik heel erg, mee bezig ben. En dat gaat eigenlijk over, in het Engels heet het divine truth. Eigenlijk de goddelijke waarheid. De waarheid achter alle illusies. En ik ben, ik lees regelmatig boeken, artikelen en ook kijk ik op YouTube naar allerlei kanalen die, hoe zullen we het zeggen, een andere waarheid verkondigen dan wat we normaal te horen krijgen. En dat is machtig interessant. Vooral ben ik bezig nu met hoe de wereld draait eigenlijk. Hoe de, wat er allemaal achter zit. Dus ik vind dat, niet zozeer heel boeiend, maar wel heel erg noodzakelijk. En ik voel ook alsof het de tijd is dat al die illusies weg moeten vallen. Hè, met die Epstein en zo, dat kindermisbruik. Dat eindelijk naar voren mag komen, in het daglicht mag komen. En er zijn ook zoveel films en theorieën en informatiebronnen over hoe dat en waar, wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De nieuwe wereldorde of Illuminati, al die namen, hoe je het ook maar wil noemen. En daar kwam dus bij mij een soort van verlangen naar boven om de waarheid te weten. Wat is nou de waarheid? En daar ging ik dus naar op zoek. En daar ging ik vragen over stellen. Dus dat zijn mijn vragen op dit moment. In ieder geval, hè? Zodra je je open begint te stellen en dingen af begint te vragen, komen er steeds meer dingen op je pad. En een van de dingen waar ik iets zo bij had van, maar waarom weten meer mensen dit niet? Of hè, als dit de waarheid is, had ik ook zoiets van, ik wil de waarheid weten. En dus ik ging het aan de gidsen vragen. En ik kreeg daarbij iets van, maar een heleboel mensen die willen de waarheid gewoon niet horen. En of die willen het wel, of die zeggen dat ze het willen. En op bewust niveau willen ze het wel. Maar ze zijn niet bereid. En ik zeg, ze zijn niet bereid. Maar daar schaal ik mezelf ook een beetje onder. Of niet een beetje onder, maar daar schaar ik mezelf ook onder. Ik hoor er ook bij. Sommige dingen heb ik eigenlijk zoiets van, dat wil ik eigenlijk niet weten. Hè? Omdat ik gehecht ben aan mijn eigen waarheid. En wat de gidsen mij zeiden is dat het zo gaat om dat je die gehechtheid aan jouw eigen waarheid los moet laten. En dat wil niet zeggen dat je je eigen waarheid helemaal
los moet laten of op moet geven. Het gaat erom dat je je eigen waarheid leeft. En dat, daar heb ik het altijd over. Ga naar je eigen waarheid toe. Wat vind jij? Hoe voel jij het? En ga er naar leven. Maar het is meer dan dat. Je moet ook de bereidheid hebben om te blijven kijken naar jouw waarheid. En alle waarheden om jou heen. En dus ook accepteren dat er meerdere waarheden zijn. En dat jouw waarheid, zelfs al voel je dat zo ontzettend diep van binnen, dat dat niet de absolute waarheid hoeft te zijn. Hè? En dat je in ieder geval bereid bent daarnaar te kijken. En die zekerheden waarin jij zo rotsvast gelooft, dat je bereid bent die los te laten. En het gaat er niet over dat je ze los moet laten, maar dat je bereid bent er weer eens naar te kijken. Hè, als je van iemand iets te horen krijgt, dat je openstaat van, oké, misschien zou dat wel eens ook een waarheid kunnen zijn. En misschien is dat ook de moeite waard om voor mij eens te onderzoeken. Of misschien is het helemaal niet de moeite waard voor mij te onderzoeken. Maar het wil nog niet zeggen dat het niet waar is. Ook eigenlijk, ja, hoe paradoxaal dat eigenlijk is, aanvaarden dat er meerdere waarheden zijn en dat jouw waarheid niet de enige is, maar dat er zoveel kunnen zijn. Ja, dat is dus wat ik kreeg. En mij werd gevraagd ook om mijn gehechtheid aan mijn eigen waarheid, hè, en de dingen die ik voor waar aanneem, om die los te laten. En eigenlijk, ja, en niet los te laten, maar bereid te zijn mezelf open te stellen voor andere waarheden. Hè? Dus niet, als ik de gidsen aanroep en de temporuimte neerzet met Pleiadisch lichtwerk, zet ik dat ook altijd in de intenties, hè, van hoewel dat toch iets meer over de vrije wil gaat. Maar ik zet de intentie neer dat ik de vrije wil van iedereen zal eerbiedigen. Zelfs als in mijn visie het helemaal niet klopt. En zelfs dan nog accepteer ik en respecteer ik wat die ander denkt, voelt en weet. Wat voor hem of haar goed is. Ja. En dat, eigenlijk gaat dat ook zo met divine truth, de goddelijke waarheid. En zolang wij blijven, ja, ons vast blijven houden, ons blijven hechten aan een bepaalde versie van de waarheid, zal de grotere waarheid, dus, hoe de wereld werkt, nog niet naar boven komen. Pas als wij, er genoeg mensen zijn die zeggen, ja, we willen dit weten, wij staan hier open voor, dan kan het gebeuren. Het is eigenlijk ook, als wij als mensheid met z'n allen heel erg vasthouden aan de waarheid, zoals wij denken dat die is, ja, dan is het net alsof er een soort van web om de aarde heen zit. En waardoor bepaalde andere informatie niet naar binnen kan komen. Nou, hè, en als wij onze gehechtheid aan die waarheid loslaten, kan het web ook verdwijnen. Kan er weer meer informatie binnenkomen. En ik weet dat het een beetje een lastige is. Aan de ene kant is het zo belangrijk om jouw waarheid te vinden.
Ja, dat is stap 1. Jouw waarheid te vinden. En die, als die helemaal haak staat tegenover wat, of haak staat op wat een ander gelooft, wat de maatschappij gelooft, om daar dan toch in te staan. En ja, daar heb je een mate van ja, rigiditeit voor nodig. Om zo daarin te blijven staan. Oké, okay, zo is het. Want anders word je in eerste instantie weer van je pad afgebracht. Dat is stap 1. Maar heb je die waarheid gevonden? Weet je inmiddels van hoe het werkt om in je eigen waarheid te geloven? Dan is het tijd om eigenlijk ook die eigen waarheid weer te laten gaan. En weer open te staan voor nog meer andere waarheden. Goed. Ik ben weer heel lang aan het babbelen geweest. Maar we hebben ook een meditatie hierbij. Die ik heel graag met jullie wil delen. En samen met jullie wil beleven. Het is een meditatie die je helpt om ja, dichter bij je ja, goddelijke zelf, de goddelijke waarheid te komen. Een meditatie die je helpt om je gehechtheid aan allerlei waarheden los te laten. Dus ik zou zeggen, ik ga het eerst even uitleggen, dat doe ik altijd. Goed, ik pak even mijn aantekeningen erbij, want het is best wel veel. Oké, wat gaan we doen? Nou, allereerst beginnen we natuurlijk met het aanroepen van de Pleiadische afgezanten van het licht. En om onze ruimte te beschermen. Dan roep je je eigen sterrenteam aan. En als je die nog niet hebt, vraag je aan je persoonlijke gidsen van licht en liefde om bij je te komen. En in deze meditatie werken we ook samen met de Syrische aartsengel van het licht, Hermes. En met de verheven meester, Saint Germain van het licht. Dus die roepen we ook aan. En als al die prachtige wezens er zijn, dan gaan we contact maken met onze persoonlijke dolfijngids. Iedereen heeft in principe een dolfijngids. Op zijn minst één. En misschien heb jij er zelfs meerdere. Maar we hebben voor deze oefening, deze meditatie, hebben we er één nodig. Dolfijnen zijn verbonden met het Christusbewustzijn. Het eenheidsbewustzijn door alle dimensies heen. Tenminste door de eerste 9 dimensies heen. In ieder geval zijn zij hier op aarde om het Christusbewustzijn te verankeren voor ons. Te verankeren hier op de aarde totdat de mensheid er klaar voor is dat zelf te kunnen. Dus hè, die dolfijnen zijn heel erg verbonden met het Christusbewustzijn. Dus we vragen een van die dolfijnen om bij ons te komen. Onze persoonlijke dolfijngids. Een beetje om ons heen te zwemmen. En om zijn of haar energie samen te laten smelten met die van ons. En dan vooral de ogen. Zodat eigenlijk we door de manier waarop we dingen zien anders worden. Dat we met andere ogen naar de wereld kunnen kijken. Als we dat hebben gedaan, dan vraag je ook om je hart meer te openen. Zodat je meer ook vanuit je hart kan leven. En we zetten de intentie dan neer. Dat we de intentie hebben de goddelijke waarheid te zien. En dat je bereid bent je gehechtheid aan één bepaalde versie van de waarheid los te laten.
En dan zul je in je lichaam, zal je dolfijn plekken in je lichaam of in je energieveld laten zien, aanduiden, laten voelen waar je vastzit aan een bepaalde versie van de waarheid. Dus het kan zijn dat er een soort van haak daar in je hart vastzit. Of ergens in je aura of in een chakra, waar het ook is voor jou. En je begint gewoon eerst te voelen. Gewoon te erkennen dat die gehechtheid er is. En dan kijk je naar die haak en misschien krijg je al te horen waar het over gaat. Misschien weet je het intuïtief of vertelt je dolfijn het of je persoonlijke gidsen van licht en liefde. Hoe dat ook voor jou werkt. En als je niks krijgt, is dat ook goed. Als je maar voelt dat je die gehechtheid hebt. Als je die haak maar voelt. Je voelt die haak en die zit met een soort van touw of koordachtig iets vast aan een symbool. En dat symbool staat voor de versie van de waarheid waar jij aangehecht bent. En dan stroom je gouden licht naar die haak. En je maakt het langzaam los. En je laat het gouden licht ook doorstromen helemaal naar het symbool. En dan roepen we Saint Germain van het licht aan. En we geven de haak en het symbool geven we aan hem. En we vragen aan hem om dat te transformeren in zijn ultraviolette vlam. Nou, dan gaan we kijken of er maar één haak is. Of misschien zijn er wel meerdere gehechtheden. Ja. Dus kijk, voel. Als er meerdere zijn, halen we meerdere weg. Maak je geen zorgen als het er maar één is. Hartstikke fijn. Als alle haken weg zijn, ga je voelen of je nog pijn of emoties voelt. Daar waar die haken hebben gezeten. Of er nog pijn of gehechtheid is over de... Of pijn of emotie over de gehechtheid die je hebt losgelaten. Als dat zo is, vraag je aan Saint Germain van het licht om met zijn ultraviolette vlam die plekken te reinigen. Daarna vragen we aan onze dolfijngids om ons hele lichaam op te vullen met dolfijnenenergie. En tot slot zeggen we de volgende affirmatie. Ik open mijn ogen voor de goddelijke waarheid en ik zie de goddelijke waarheid in alles om me heen. Dat gaan we doen. Dus zorg even dat je lekker zit. Neem iets te drinken even voordat je gaat beginnen. Wat je ook moet doen. Misschien een extra kussentje in de rug. Zorg goed voor jezelf. En dan gaan we beginnen. Zo. Welkom terug als je even van je plek bent geweest. We gaan beginnen. Zorg dat je lekker zit. Comfortabel zit. In een rustige ruimte. Waar je even gewoon tot rust kan komen. En adem een keertje naar je buik. Adem in. En adem uit. En nog een keertje adem in. En adem. En nog één keer adem naar je buik toe. En op je uitademing laat je alle spanning los. En dan roepen we de Pleiadische afgezanten van het licht aan. En we vragen hen bij ons te komen. En in een prachtige kring om ons heen te komen staan.
en de ruimte waarin wij ons bevinden te reinigen en te vullen met hun licht, liefde, energie en bescherming. En ik vraag aan de Pleiadische afgezanten van het licht om een cirkel van bescherming rond deze energetische ruimte te plaatsen. Zodat wij met z'n allen veilig zijn. En roep je persoonlijke sterrenteam aan. En als je die nog niet hebt, roep je nu je persoonlijke gidsen van licht en liefde aan. En je vraagt hen om bij je te komen in deze prachtige ruimte. En we zetten de intentie neer dat we vanuit liefde zullen handelen. En deze energie zullen gebruiken voor onze persoonlijke groei. En om de wereld een stukje beter te maken. En neem even een moment om de energie en de ruimte te voelen. Voel hoe de energie veranderd is. Ontspan, blijf ademen. En op je uitademing laat je los, laat je spanning los, laat je zwaarte los, laat je donkerte los. Ontspan. Voel de energie om je heen. En dan roep je nu je persoonlijke dolfijngids aan. Dus ik vraag mijn persoonlijke dolfijngids om bij me te komen. En voel hoe dit prachtige wezen verschijnt, bij je komt. Rondom je aura zwemt. Door je energieveld heen zwemt. Voel het, ervaar het. Ontspan. Ervaar deze heerlijke speelse energie. Adem de energie in. En adem uit dat wat jou tegenhoudt om deze energie te ontvangen. Adem in. En adem uit en laat los. En dan vraag je je dolfijngids om zijn of haar energie te laten samensmelten met jouw energie. En dan in het bijzonder om zijn of haar ogen te laten versmelten met die van jou. Dus ik vraag mijn persoonlijke dolfijngids om de energie te laten versmelten met die van mij. En ik vraag aan mijn persoonlijke dolfijngids om zijn of haar ogen te laten versmelten met die van mij. Zodat ik op een andere manier kan kijken. Dat mijn visie geopend wordt.
Adem. Verwelkom de energie. En op je uitademing laat je los. En vraag de dolfijn om jou te helpen je hart meer te openen. Adem naar je hart. En op je uitademing laat je los. Ontspan. Hoe meer jij je ontspant, hoe meer energie jij kunt ontvangen. En voel hoe ook jouw chakra's samensmelten met die van de dolfijn. Ontvang het. Wees erbij. Laat los wat je tegenhoudt. Laat de spanning los. Adem. En spreek nu voor jezelf de volgende intentie uit. Ik zet de intentie neer de goddelijke waarheid te zien. Ik zet de intentie neer de goddelijke waarheid te zien. En ik ben bereid mijn gehechtheid aan één bepaalde versie van de waarheid los te laten. En ik ben bereid mijn gehechtheid aan één bepaalde versie van de waarheid los te laten. En vraag nu aan jouw persoonlijke dolfijngids die plekken in je lichaam of in je energieveld aan te wijzen, aan te duiden. Die plekken waar je vastzit aan één bepaalde versie van de waarheid. Het kan in je lichaam zitten, in je energieveld. Lieve dolfijngids, waar zit ik vast aan een bepaalde versie van de waarheid? En voel het. Voel die plekken in je lichaam. Misschien is het er maar één. Misschien zijn het er twee of misschien zelfs drie. Voel het. Erken het. Erken dat het er is. Breng je bewustzijn naar die plekken toe. En misschien weet je intuïtief precies waar het over gaat. Welke versie, wat voor waarheid, wat je niet los kunt laten, waar je zo aan gehecht bent. Of misschien krijg je het door als een boodschap van je dolfijngids, of van je persoonlijke gids van licht en liefde, of van je sterrenteam. En als het niet zo is, dan maakt dat niet uit.
Je voelt de eerste haak in ieder geval. En een koord of een touw wat het verbindt met een symbool. Een symbool voor die situatie. Voor de waarheid die jij niet, waar jij aan gehecht bent. En je stroomt gouden licht of je ademt gouden licht, wat voor jou het beste werkt, naar die haak toe. Door de intentie te zetten dat er gouden licht naar die haak toestroomt, zal het gebeuren. Maar misschien adem je liever gouden licht naar die haak toe. Die gouden haak wordt helemaal omringd door gouden licht. En ook het hele koord. En wordt zelfs helemaal gevuld met het gouden licht. En je kunt het nu heel langzaam verwijderen. Misschien met je handen, met een roos of met je gedachten. En dan vragen we Saint Germain van het licht om bij ons te komen. En deze haak, het koord en het symbool, van ons over te nemen. En te plaatsen in zijn ultraviolette vlam. En te transformeren. En dan ga je naar de volgende haak. De volgende plek. Waar je een haak voelt. Waar je een gehechtheid voelt. En je laat de haak helemaal vullen met dat gouden licht. Of je ademt er gouden licht in. Zodat het zachtjes losgeweekt wordt. En ook in het koord en het symbool wat eraan vastzit. En misschien krijg je ook nu intuïtief door. Of misschien van jouw gidsen. Waar dit over gaat, deze gehechtheid aan de waarheid, welke waarheid? En zo niet, maakt dat niet uit. Het is wat het is. Laat het eerst helemaal omringen door dat gouden licht. En daarna laat je het gouden licht het helemaal vullen. En je maakt zachtjes de haak los. Met je handen. Met je intentie. Met een roos. En je geeft de roos, het koord en het symbool aan Saint Germain. Om te transformeren in zijn ultraviolette vlam. En kijk, voel, weet of er nog een derde haak is. Een derde gehechtheid.
Waar gaat die over? Als je die informatie krijgt. En stroom er gouden energie naartoe. Omhul de haak en het koord en het symbool met gouden energie. Laat de gouden energie helemaal doordringen tot in de haak, in het koord. En langzaam haal je de haak los. Voorzichtig, zonder beschadigingen, gaat het als vanzelf los. En je geeft de haak, het koord en het symbool aan Saint-Germain van het Licht om te transformeren in zijn ultraviolette vlam. En als je nog pijn of emoties voelt, zwaarte, spanning, over de gehechtheden die je hebt losgelaten, over die haken die je hebt losgelaten. Vraag je aan Saint-Germain van het Licht om die plekken in jouw lichaam of in jouw energieveld te reinigen met zijn ultraviolette vlam. Ik vraag aan Saint-Germain van het Licht om die plekken in mijn lichaam die nog gespannen zijn, die nog pijn of emoties voelen. Nadat ik deze gehechtheden heb losgelaten, vraag ik om te vullen en te reinigen met zijn ultraviolette vlam. Ik blijf ademen. Voel, weet, zie dat het gebeurt. Vertrouw erop. Zet de intentie dat het gebeurt. En vraag dan nu aan je dolfijngids om je hele lichaam op te vullen met dolfijnenergie. Mijn dolfijngids, ik vraag om mijn lichaam en mijn energieveld helemaal op te vullen met dolfijnenergie. Adem en ontspan. Misschien helpt het om wat extra uit te ademen en los te laten. Wat het is, hoe het ook is. Ontvang. Geniet. Geniet van de nieuwe vrijheid. De nieuwe speelsheid. In je lichaam, in je energieveld. En dan zeggen we de volgende affirmatie 3 keer. Ik open mijn ogen voor de goddelijke waarheid. En ik zie de goddelijke waarheid in alles om mij heen. Ik open mijn ogen voor de goddelijke waarheid. En ik zie de goddelijke waarheid in alles om mij heen. Ik open mijn ogen voor de goddelijke waarheid
en ik zie de goddelijke waarheid in alles om mij heen. Voel nog een keer hoe de dolfijnenogen zijn samengesmolten met die van jou. Voel de energie, zit in de energie, ontvang het. Blijf loslaten. Adem in en adem uit. En dan bedanken we nu alle prachtige wezens die ons hebben bijgestaan in deze meditatie. Ik bedank de Pleiadische afgezanten van het licht, mijn persoonlijke sterrenteam of mijn persoonlijke gidsen van licht en liefde. De Syrische aartsengel van het licht, Hermes. En Saint Germain van licht en liefde. Dank jullie wel. En ik vraag aan de Pleiadische afgezanten van het licht om die cirkel om onze ruimte heen te verbreken. En adem nog een keer in. En adem uit. Zo. Ja, de goddelijke waarheid en dolfijnenenergie. Je kunt deze meditatie zo vaak doen als je zelf wil, natuurlijk. Laat me weten wat je ervan vond. Als je vragen hebt, laat het me ook weten. Zet het hieronder. Stuur me een e-mail, een berichtje. En als jij een vraag hebt of een onderwerp die je volgende week behandeld wil zien, laat het me weten. Zet het hieronder. Stuur me een e-mail. Wat dan ook. En als je interesse hebt in de opleiding Pleiadisch Lichtwerk, hij gaat binnenkort weer van start. Eind september. Dus als je zin hebt om mee te doen en meer wil leren over Pleiadisch lichtwerk, meer wil samenwerken met al deze prachtige wezens, ga dan naar mijn website www.ingevanstralen.com. Ik zie je daar en ik zie je volgende week. Dag stralende ziel.